Wat Nederland heeft geprobeerd is om een soort balans te vinden tussen de diverse stammen in Oeruzgan. Eigenlijk een evenwicht waarbij de ene stam de andere niet meer kan onderdrukken. En Amerikanen doen dat anders. Die komen in een gebied, kijken dan naar de sterkste stam en willen met die stam in zee. Omdat de Amerikanen kiezen voor een snelle oplossing. Dus de machtsverhoudingen in de provincie zullen echt wel veranderen. De Google Barometer werkt heel eenvoudig. Google houdt precies bij waar iedereen op zoekt in Nederland. En vervolgens hebben ze aan die zoektermen een positieve of een negatieve waarde meegegeven. Dat tellen ze allemaal bij elkaar op en daaruit concluderen ze of het goed of slecht gaat met Nederland. Justitie heeft een heel onorthodoxe methode gebruikt. Ze hebben een voodoo-dominee ingehuurd die de ban moest verbreken. Deze meisjes waren onder druk van de voodoo. Was ze verteld als ze iets zouden zeggen, hun mond open zouden doen, dat ze gestraft zouden worden. Nou, de rechtbank heeft nu gezegd dat mag. Je mag zo'n voodoo-dominee inhuren als zij daarom aangifte willen doen. Nou ja, mede dankzij deze aangifte konden vandaag deze mannen worden veroordeeld. Op 8 april 1960 zette Frank Drake zijn radiotelescoop op de ster Tau Ceti. En dat is een ster die ongeveer lijkt op de zon. En vandaar dat hij dacht dat daar wel eens buitenaards leven zou kunnen wonen. Nou, voor 80% zijn het bekende roddels en bekende feiten. De journalisten op het Binnenhof die hebben daar eigenlijk geen afspraken over met politici. Maar meestal gewoon op de eigen redactie wordt gewoon gezegd, luister, wij berichten over wat ze hier zeggen, wat ze vinden en waarom ze iets vinden. En of ze ruzie hebben met een vrouw of af en toe een sigaret opsteken, ja, dat is gewoon niet relevant. Dus publiceren we het ook niet. Maar de strijd van de ETA is voor veel Basken echt iets van het verleden. 50 jaar geleden was Spanje een dictatuur en toen was ETA eigenlijk in verzet tegen de dictator Franco. En dat leverde ze destijds veel populariteit. Er was echt steun onder de Basken. Die bijvoorbeeld hun eigen taal niet mochten spreken. Ja, toen was er steun voor de ETA. Maar nu, 50 jaar later, is Spanje gewoon een democratie met heel veel autonomie voor de Basken. En dus is er ook bijna geen steun meer voor de ETA.